Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met de 595C Pista van Abarth. En ik ga kijken of deze wagen het echte speciale gevoel geeft van een Italiaanse sportwagen, maar ook dat hij gewoon goed is voor het dagelijkse verkeer. Alvast welkom en veel kijkplezier. Het design van de 595 Pista is jong en sportief. Je herkent nog steeds de typische lijn van een Fiat 500, maar deze wagen is gewoon een heel pak agressiever. Naar mijn mening ziet hij er enorm goed uit en een kleurtje staat echt wel bij deze auto. En hij ziet er zelfs uit alsof hij enorm snel gaat, terwijl hij zelfs gewoon stilstaat. Onlangs hebben we de 595 Competizione van Abarth getest en die had een enorm leuke feature, namelijk deze. Nu vandaag rijden we in de 595C Pista en die C staat voor Cabrio en Pista is een speciale circuituitvoering, want dat is gewoon Italiaans voor circuit. Nu op deze Pista vinden we opnieuw het geweldige Record Monza quad uitlatensysteem, dat zo klinkt. Je hoort het misschien, maar als je op het juiste moment schakelt, kan je hem enorm luid laten knallen. Nu, even dat terzijde. Als je in deze wagen stapt, wat merk je meteen op? Wel, je vindt deze mooie lederen zetels die comfortabel zitten en ook van hoogte verstelbaar zijn. Wat toch wel een leuk extraatje is. Zo zit je altijd goed. Verder voelt hij meteen leuk en speels aan, zoals het hoort bij een Abarth. Je krijgt meteen dat speciale gevoel en dat karakter dat in die wagen zit, krijg je gewoon volledig binnen. Als je hem dan start, hoor je het volgende. En over het algemeen rijdt hij ook best wel comfortabel. De ophanging is ietsje zachter als die van de Competizione, wat je dan toch wel merkt, zeker bij onze Belgische wegen. En ook dit stoffen dak doet heel goed zijn werk. De demping is in mijn ogen zeker oké, en vooral voor een wagen van deze prijsklasse. Dus als je ermee op de autostrade rijdt, heb je eigenlijk niet al te veel geluid van de wind en alles wat er rondom je heen gebeurt. Dus alvast een goede start voor deze Pista. De 595 Pista wordt uitgerust met een 1400cc 4-cilinder inline turbobenzinemotor van Abarth. Deze motor levert een maximum vermogen van 160 pk of 118 kW en een maximum koppel van 230 Nm. Deze wagen doet 0 naar 100 in 7,3 seconden en heeft een topsnelheid van 216 per uur. En een extra leuk weetje is dat hij een vermogen-gewichtsverhouding heeft van 6,5 kg per pk. Het interieur van deze Pista past perfect bij het karakter van deze auto. Het is jong en fris en het voelt ook degelijk aan. Nu, deze lederen zetels zien er niet alleen goed uit, maar ze zitten ook comfortabel en geven veel steun voor het sportievere rijwerk. En natuurlijk, dit Abarth-stiksel hier bovenaan is een leuk detail. Ook alles wat je als bestuurder aanraakt voelt gewoon heel goed aan en voelt een beetje als een extensie van jezelf, wat je toch wel nodig hebt in een echte sportwagen. Het vernieuwde U-Connect systeem is ook een enorme verbetering ten opzichte van het vorige. Dit werkt veel sneller en makkelijker. Nu natuurlijk heb je ook het broodnodige zoals airconditioning, maar je hebt ook alle luxe. Om een voorbeeld te geven is deze wagen ook uitgerust met het Beats Audio geluidssysteem, wat enorm goed is. Het stuur van deze 595 Pista is afgewerkt uit een zacht leder en ligt enorm goed in de hand. Bovenaan vind je ook nog eens deze metalen ring die aangeeft wanneer het stuur in het midden staat bij het sportievere rijwerk. En het plaatje klopt ook volledig, want het stuur past perfect bij de rest van het interieur en exterieur.
ziet er mooi sportief uit en ook alle knoppen hier vooraan zijn makkelijk te bedienen. Verder vind je ook nog eens een handig scherm dat de conventionele toerenteller en snelheidsmeter vervangt, waarop je alle informatie van de wagen kan aflezen, maar in de sportstand komt er ook nog eens een leuke G-meter tevoorschijn. Links vind je ook nog de herkenbare turbodrukmeter die je terugvindt in elke Abarth. En tot slot heb je ook nog eens Apple CarPlay, wat een veilige manier is om je iPhone te integreren in de wagen. Zoals ik eerder al zei, is de ophanging van deze pista ietsje zachter als die van de Competizione. Nu, om heel eerlijk te zijn, moet je hem echt wel tot het uiterste gaan drijven om dat verschil te voelen. Deze wagen ligt ook gewoon enorm strak op de weg en geeft je dat leuke rijgevoel. Maar dat is iets dat je voor jezelf moet uitmaken, want de Competizione is over het algemeen gewoon ietsje extremer. Dus zou je bijvoorbeeld track days met deze wagen willen doen, zou ik eerlijk gezegd voor de Competizione gaan. Nu, deze pista rijdt natuurlijk enorm fijn. Voor dagelijks gebruik is het meer als voldoende. En wat ik ook heel goed vind, is dat ze voor geventileerde remschijven hebben gekozen. Die gaan ervoor zorgen dat die remmen langer koud blijven en dus langer en beter hun werk kunnen gaan doen. En geloof me, ze werken enorm goed. Nu, wat ik ook een heel belangrijk ding vind met dit type wagens, is niet alleen het geluid, maar het gevoel dat de wagen geeft. En dat heb ik bij elk model van Abarth al gevonden, is dat er enorm veel karakter in zit. Je wordt echt betrokken bij het rijden door alles wat je in de wagen aanraakt. En geloof me, deze handgeschakelde versnellingsbak is gewoon degene die je moet hebben. Hij voelt mooi mechanisch aan en het zorgt er gewoon voor dat je echt als een deel van de wagen voelt. En dat is wat je nodig hebt bij een goede sportwagen. Een 595 cabrio koop je eerlijk gezegd niet voor de beenruimte achterin. Maar op zich valt het echt wel mee. De zetelvormen staat in mijn zitpositie en ik heb voldoende been- en hoofdruimte, natuurlijk ook met de tak erop, om comfortabel te zitten. Je moet natuurlijk niet met vier volwassenen personen naar het zuiden van Italië gaan rijden, want dan gaat het misschien wel wat krap worden. Maar voor kinderen is het echt wel ideaal. Ook zijn er ISOFIX-punten voorzien die in de toekomst de standaard gaan worden, wat dus echt wel een belangrijk ding is. En achteraan vindt u ook nog eens twee bekerhouders. De Abarth 595 Cabrio heeft een kofferinhoud van 185 liter. Deze is uitbreidbaar naar 610 liter als je de zetels platlegt, wat toch al behoorlijk wat is voor een compacte cabrio als deze. Eindelijk komt het zonnetje erdoor in België en dan gaat het dak er gewoon af. Nu, dat dak werkt heel eenvoudig. Je hebt gewoon een knop voor het te openen en voor het te sluiten. En je kan het dan ook openen in verschillende standen. Nu, het allerbelangrijkste eigenlijk wat dit dak doet, is ervoor zorgen dat je gewoon nog meer kan genieten van die geweldige uitlaat. Namelijk zo. Nu, deze wagen rijdt natuurlijk enorm fijn. In de normale rijstand, maar zeker in de sportstand. In die sportstand gaat het stuur wat zwaarder worden, gaat het gaspedaal wat responsiever worden en voelt de wagen gewoon aan alsof hij klaar is voor te gaan. Maar ook gaat er dan nog eens een extra klepje open in de uitlaat om ervoor te zorgen dat de eindtemper straal genegeerd wordt en dat je dus echt enorm veel kabaal kan maken. Maar dat vind ik ergens totaal niet erg, want het past gewoon perfect in het plaatje van deze auto. Nu, deze wagen geeft je ook een enorm goed gevoel over je eigen rijprestaties. Hij voelt heel vertrouwbaar aan, je kan hem makkelijk begeleiden in de bochten en hij geeft je echt een gevoel van grip, wat toch wel belangrijk is bij een sportwagen. Nu, over het algemeen had ik dat allemaal wel verwacht, want bij de mensen van Abarth is het gewoon altijd allemaal dik oké.
Wil u meer CarView, kan u altijd abonneren op ons YouTube-kanaal. U kan ook terecht op onze website die u in de beschrijving vindt voor fotoshoots en nog veel meer. Ook maken we van onze performantere wagens een extra video van enkel het motorgeluid, zodat u een beter beeld kan krijgen van hoe deze wagen effectief klinkt. En tot slot kan u ook nog op het vak op uw scherm klikken voor een van onze andere video's. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.